Zeeuwse ondernemers wachten met smart op steunmaatregelen van het kabinet. Het is dinsdag 17 maart. Dit is Zeeland Nu. Economisch leven is nagenoeg stilgevallen. Stagiaires moeten nu volle bak meedraaien. En toeristen even niet meer welkom in Zeeland. Dag dames en heren, in Zeeland zijn vandaag 6 nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus. En 3 van hen liggen in het ziekenhuis. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt in Zeeland nu op 27. Het kabinet zal naar verwachting vanavond met een pakket maatregelen komen waarmee bedrijven, ondernemers en ZZP'ers in deze coronacrisis overeind kunnen blijven. Nu het maatschappelijk en het economisch leven door alle beperkingen min of meer stil is komen te liggen. En in Zierikzee, daar staat verslaggever Erik Holm met een aantal ondernemers. Erik, ja, ondanks het lenteweer daar in ieder geval heel weinig te doen, hè? Nou, helemaal niks. Sinds afgelopen zondagavond 6 uur zijn alle horecagelegenheden ook hier in Zierikzee gesloten. Waaronder die van eigenaar Ton Dankers van de proeverij. Wat betekent dit nu voor jou, Ton? Ja, een stuk onzekerheid voor de toekomst. Hoe en wat, heel moeilijk te bepalen eigenlijk. En minder inkomsten. Een stukje onzekerheid ook over je medewerkers. Dat is toch wel prioriteit. Maar ook wel begrijpelijk, want gezondheid gaat boven alles. Horeca Nederland heeft een pakket neergelegd bij de overheid van zo'n 5,1 miljard. Is dat reëel? Dat is zeker reëel. Maar ja, wat over hoe en het stukje toekomst. Kijk, als het een 3 weken duurt, dan is dat reëel. Maar als het een half jaar gaat duren... Ja, dan is er meer nodig. Dan is er wel meer nodig. Nu gaat de persconferentie niet alleen over de horeca, ook over de ZZP'ers. Een van die ZZP'ers staat hier naast me, Jean-Paul Cotin, eigenaar van een entertainmentbureau. Wat ben jij misgelopen aan kosten de afgelopen periode? Nou, nu al goed voor een goede 10.000 euro omzetderving, denk ik. En de onzekerheid van Ton, die deel ik ook. We doen heel veel in de bruiloftenindustrie, zullen we maar zeggen. Er zijn nu al een hoop bruiloften geannuleerd. En de vraag is van wat gaat dat met de rest van het seizoen doen? Niet alleen voor mij, maar ook voor de bruidsparen die nu nog in de grote spanning zijn. Ik wens jullie heel veel succes, heren. Dankjewel. Ja, in veel bedrijven worden stagiaires op dit moment naar huis gestuurd, maar niet in de zorg. Er zijn op dit moment ongeveer 600 stagiairs werkzaam bij Zeeuwse zorginstellingen. En die stages die gaan de komende tijd juist door. Stagiaires zijn broodnodig in de zorg, juist nu. En zelf willen ze niet aan de kant blijven staan. Wij horen dat heel veel stagiaires, overigens ook wel medewerkers, eigenlijk staan te springen, zou ik bijna zeggen, om een handje extra te helpen. En om in ieder geval de stages die ze verrichten, het werk dat ze doen, dat te blijven doen. Er zijn echter ook zeker stagiaires die daar een andere keuze in willen maken. Die geluiden horen wij. Nu krijgen stagiaires nog alle begeleiding die nodig is. Straks niet meer. Als het straks alle hens aan dek is, willen de zorginstellingen hen inzetten als extra handen aan het bed. Op dit moment zijn er gelukkig nog geen personeelstekorten ten aanzien van corona, dus hoeven we nog geen extra beroep op hen te doen. En willen we dus ook de leerlingen alle ruimte bieden om gewoon met hun onderwijs verder te gaan. Want dat is ook ontzettend belangrijk in hun persoonlijke ontwikkeling. Maar mogelijk dat er straks een fase komt waarin we toch echt alle menskracht nodig hebben. En dan hopen we dat we op hen een beroep kunnen doen dat ze wat extra komen werken bij ons. Ja, het is puzzelen voor veel families met schoolgaande kinderen nu de scholen dicht zijn. En ook voor de scholen zelf is het een hoop geregel. De Bisschop Ernstschool in Goes heeft daarom huiswerkopdrachten gemaakt voor de kinderen, zodat ze die samen met hun ouders toch kunnen maken en zo toch aan hun schoolwerk toe kunnen komen. Wat is het schema? Het staat echt gepland wat je op donderdag moet doen. En op vrijdag. Oh. Op dit moment is ervoor gekozen om de ouders vandaag de mogelijkheid te geven dat ze tussen 1 en 7 werk kunnen ophalen voor een kind die in groep 3 tot en met 8 zit. Zodat ze tot en met vrijdag werk hebben waar ze thuis aan kunnen werken. Als hij het nou helemaal uit zichzelf gaat doen, dat vraag ik me inderdaad wel af. Dus het zou goed kunnen dat papa of ik zullen moeten helpen, ja. Ja, dat vind ik op zich niet zo erg op mijn vrije dagen. Als ik werk, wordt het best even een dingetje. Het is niet vrijblijvend. We willen wel dat kinderen ermee aan de slag gaan. Maar hoe en wat, ja, dat is nog zoekende in deze. Want het is ook voor ons helemaal nieuw.
Nieuw is het ook voor Victor en Julian en hun vader Emiel, die nu hulpmeester is. Het is niet wat je alle dagen doet, maar ja, je voedt je kinderen ook op. Dus ja, op het moment dat dit erbij komt, ja, dan is het zo. En dan ga je er ook mee aan de slag. Het is mooi weer geworden gelukkig, dus ze kunnen ook wel buiten spelen. Maar ja, ik wil niet dat ze 3 weken niks doen. Ik wil gewoon graag wel dat ze door blijven ontwikkelen en bezig blijven. En ook een soort dagritme houden. Maar als het huiswerk af is, dan wacht er een beloning. En als ik klaar ben, dan kan ik met de konijnen spelen en op mijn schoot zitten. Ga maar door met de volgende. En ondertussen is aangeschoven verslaggeefster Marieke Kerklaan. Marieke, er was vanmiddag ook een overleg, hè, van Zeeuwse burgemeesters van de 13 Zeeuwse gemeenten. Wat is daar uitgekomen? Ja, inderdaad, Ariane. Het overleg was samen met de veiligheidsregio. En daar is eigenlijk uit naar voren gekomen dat er grote zorgen zijn over de toeristenstroom die eraan gaat komen. Het paasseizoen, het hoofdseizoen staat voor de deur. En de burgemeesters maken zich zorgen. Alle hotels in Zeeland zijn nog open. Precies. En de burgemeesters maken zich dus zorgen over als die toeristen gaan komen. Ja, wat dat doet met de zorgcapaciteit van de Zeeuwse ziekenhuizen. Nou, ze hebben nu dus ook een brief opgesteld. Die gaat richting het Rijk. En die oproep richting het Rijk is: kom met duidelijke richtlijnen. Hoe moeten wij omgaan met die toeristenstroom? Want dat daar zorgen over zijn, is duidelijk. De capaciteit. Als stel dat die Duitse toeristen dus last krijgen, klachten krijgen, dat komt bovenop de Zeeuwse patiënten die we nu al hebben. Dat kunnen ze niet aan, zijn sommige burgemeesters bang over. Dus kom met richtlijnen hoe wij daarmee om moeten gaan. Ja, en ondertussen zijn gemeentehuizen nog wel open. Wat gebeurt er met gemeenteraadsvergaderingen? Is daar al iets over gezegd? Ja, daarover ook een duidelijke afspraak. Die gaan niet door, worden uitgesteld. Commissievergaderingen bijvoorbeeld ook. Tenzij het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de situatie in Veren, waar er gedoe is binnen de coalitie. Nou, daarvan zeggen de burgemeesters, ik kan me voorstellen dat daar wel vergaderingen of bijeenkomsten over gehouden worden. Maar verder zoveel mogelijk uitstel. Marieke, dank je wel. En ondertussen nemen supermarkten nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dammen. Spullen als winkelwagentjes, die werden al vaker schoongemaakt. Maar bij een supermarkt, bij één supermarkt, gaan ze nog een stapje verder. En hebben ze creatieve voorzorgsmaatregelen getroffen. Pinautomaten en winkelwagentjes werden al intensiever schoongemaakt. Maar dat is nog niet genoeg, zegt deze supermarkteigenaar in Vrouwenpolder. Nou, we gaan zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. En we gaan ook kuchschotjes bij de kassa's hangen, zodat de kassiers ook beter beschermd worden. Het zogenoemde kuchschotje is een plastic zeil wat tussen de kassière en de klant hangt. Een maatregel waarvan Paul Corbijn verwacht dat die vaker zal worden toegepast de komende dagen. Klanten passen zich hier in Vrouwenpolder vooralsnog goed aan de nieuwe maatregelen. Mensen weten ook wel dat het noodzaak ervan is. En het gaat allemaal gemoedelijk. Dus ik zeg, we hebben hier echt geen rare toestanden van jongens. Nee, het werkt gewoon fantastisch. De komende dagen wordt gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn in supermarkten. De voedselbanken in Zeeland hebben ook te maken met de coronacrisis. Want een aantal heeft nog voldoende voorraad en kregen zelfs wat extra's deze week. Maar in Zeeuws-Vlaanderen is het crisis. De voedselbank Zeeuws-Vlaanderen sluit de komende tijd noodgedwongen de deuren. Veel bezorgers van de pakketten behoren door hun hoge leeftijd tot de coronarisicogroep en kunnen nu dus niet rijden. En waar er normaal voldoende eten is voor de bijna 680 gezinnen, zijn de schappen en de koelcel nu bijna leeg. We hebben geen aanvoer. In de winkels waar we normaal altijd spullen op halen is ook niks. Vanwege dat de mensen allemaal hamsteren. En ook geen brood bij de bakkers. Dus ja, we hebben gewoon geen spullen om uit te delen. Hemelsoet krijgt naast begripvolle reacties ook kritiek van mensen die niet begrijpen waarom er geen pakketten zijn de komende tijd. En dat doet haar veel. Ja. En dan kan ik wel van zeggen dat ik er echt wel een beetje verdrietig van word. Van wie komen die reacties? Nou, niet van de klanten meestal, nee. Die hebben respect en die zien wat wij iedere week doen. Maar het zijn meer andere mensen die, dat ik geen idee waarom. Inmiddels is er via Facebook een actie gestart om de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen toch van eten te voorzien. En graag verwijs ik u ook nog even naar het live blog op onze website over het coronavirus. Daar vindt u altijd het laatste nieuws, maar ook meer bijvoorbeeld over persoonlijke acties of initiatieven. En u vindt er ook een nieuw liedje van bluffzanger Pascal Jacobsen. Wil je weten wat we moeten, wat ons te doen staat en wanneer we weer gewoon weer met z'n allen kunnen dansen en omhelzen zonder angst. Zonder zich.
Het andere nieuws in de provincie. 4 verdachten in de zaak van de overval op muziekfestival Rieps stonden vandaag samen voor de rechter. Het ging om een zogenoemde pro forma zitting, dus een voorbereidende zitting. Maar het was wel voor het eerst dat de 4 verdachten samen in de rechtszaal stonden. Bij de overval is ongeveer €500.000 buitgemaakt. Toen de ouders van een van de organisatoren, waar de opbrengst van het festival heen was gebracht, werden overvallen. Bijna alle andere rechtszaken zijn in verband met corona uitgesteld. Maar deze gaat door omdat er beslist moet worden over de verlenging van voorarresten. In Veren, we hadden het er al over, lijkt de politieke ruzie compleet. Nu enkele partijen proberen de installatie van nieuwe wethouders te voorkomen. Zittende partijen als CDA en SGP ChristenUnie willen in het dagelijks bestuur geen plaats maken voor de wethouders van een nieuwe coalitie. Bestaande uit CDA, Partij van Arbeid GroenLinks en lokale partij DTV. Het zou nu, tijdens deze coronacrisis, zeggen ze, niet het moment zijn om van bestuurders te wisselen. De coalitiewisseling komt nadat lokale partij DTV het vertrouwen in zittende bestuurders had opgezegd. Al eerder kwam de plaatselijke politiek onder druk te staan door het aftreden van SGP-wethouder Jaap Melsen toen. Die werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Wie met de auto naar Gent wil, hoeft zich niet meer te registreren. Gent sloot haar centrum begin dit jaar af voor vervuilende en oude auto's, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Als buitenlander moest je daarom je auto altijd laten registreren, ook al had je een superschone nieuwe auto. Anders riskeerde je een stevige boete. Dat registreren hoeft nu niet meer, omdat camera's in Gent nu voortaan rechtstreeks verbonden zijn met de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer en de nummerplaten zo kunnen scannen. Maar pas op, auto's die te oud of vervuilend zijn, die krijgen nog steeds een boete. En op de website van de stad staat welke auto's nog wel het centrum in mogen. Ja, ondanks alles toch een zonnige lentedag. Temperaturen die liepen toch op, ja, tot zo'n 15 graden. En ook morgen zien we nog een mooie dag. Donderdag dan gaat het weer één dagje regenen, maar daarna wordt het toch weer droog en zonnig. En straks dan krijgt u van ons nog een uitgebreider weerbericht voor Zeeland. Houd dus onze site en onze app in de gaten voor het laatste nieuws. En ik zie u heel graag weer morgen.